gezien dat de doedelzak ook bij ons carnaval hoort. Klap mee zo hard dat je kan. Doedel mee. Wij gaan springen. Het dak mag eraf. Begin van de straat. Je ziet al een A-wagen aankomen van de Bixeldraken. Dit is nou zo'n voorbeeld van zo'n clubje. Wat ooit begonnen is als de eerste 10 deelnemers. Die je zojuist voorbij het zien komen uit de kinderopvang. En als die mannen dan uit de reserve schieten. Dan maken ze zo'n grote A-wagen. Waarbij de maten bij ons in Boemeldonk zijn vastgesteld. Ze mogen niet hoger zijn dan 11 meter. Niet breder zijn dan 4,5 meter. En de lengte, gekijkbaar. Om even een voorbeeldje te geven, er is hier een club geweest, de Kletterbekken. Die in staat waren om een wagen te bouwen van 44 meter lang. In de zomer met de stellen, met de opleggers door het dorp moeten rijden om te kijken of dat allemaal paste. En zelfs in de beek wordt er rekening mee gehouden. Lantaarnpalen hebben draaibare koppen, want anders kunnen de wagens niet langs. In de polder worden de bomen gesnoeid om die grote jongens er langs te kunnen. Maar die A-wagens die zullen pronken hier in de mooie straten van Boemeldonk. En de afmerkingen, dames en heren. Het is zo dat deze categorie past niet in de binnenstad van Breda. Dus wij kunnen helaas deze dingen niet in Breda laten zien. Het Boemeldonkse carnavalsfeest is natuurlijk een uniek feest, met vrolijke kleuren en vrolijke klanken. En gepassioneerd door de inzet van vele Boemeldonkers die dat allemaal vrijwillig doen, hebben ze de Doedelvereniging opgericht met het motto opgeblazen. En zoals we hier in Boemeldonk gewend zijn, dames en heren, iedereen doet mee, iedereen draagt naar zijn steentje aan bij. En ik kan je verzekeren dat in de, nou vallen het natuurlijk mee qua temperatuur, maar als je in de bouwschuren staat en je staat met je vingertjes in de lijm, in de koude lijm, om dit allemaal bij elkaar te plakken, het is een opgave, het is een opgave. En ook hier geldt voor natuurlijk het detail waarmee zo'n wagen weer gebouwd is, dames en heren. Is van uitzonderlijke klasse. En misschien begrijp dan, als je zo'n ding voorbij ziet rijden en je hebt ooit zelf een keer in een bouwschuur gestaan, dan snappen de boemelkrondse kreet. Een carnaval is een emotie.